In de Week van Poont zetten we iedere keer iemand in het zonnetje. Iemand die ook wel wat hulp kan gebruiken. Deze week is dat de Limburgse Irene Jansen. Haar grootste nachtmerrie is dat Donald Trump volgende maand bezit neemt van het Witte Huis. En dus gaat ze naar Florida om daar te folderen voor Hillary Clinton. Alleen ontbreekt het haar aan geld. En dus is Irene een crowdfundingsactie gestart om de wereld te redden. Hillary staat op het punt om als eerste vrouw van de Verenigde Staten te worden gekozen. Hoop je, hè? Dat is de bedoeling. En daarvoor heb ik deze crowdfunding opgestart. De campagne die nu gaande is, is die spannend of is die eigenlijk plat? Super spannend. Ja, goed, de manier waarop, dat is een beetje Amerikaans, wat wij hier niet zo kennen. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Trump, daar had niemand ooit van gedacht dat hij op deze plek zou staan. Nou, straks zit hij in het Witte Huis. Dat hoop ik niet. Daar ga ik toch mee verzorgen dat dat niet gaat gebeuren. Everyone can draw their own conclusions at this point about whether or not the man in the video or the man on the stage respects women. Jij als feministe gruwelt daar dan van als zo'n Trump, als je dat hem dat hoort zeggen? Ik hoop niet dat jij er blij van wordt, maar ik word daar heel erg kwaad om, ja. En hoe uitziet dat? Hoeveel geld heb je nodig? Ik heb 5000 euro nodig. Zo? Maar je maakt er een leuk stripje van. Vind je het leuk om te zien dat de eerste vrouw van de VS gekozen wordt? Ga dan naar www.ireneforhillary.nl. Voor Hillary wel op zijn Engels. En steun me alsjeblieft.